Hi, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Voor mij is het goedemorgen. Ik haat plakkergranden. Hoe is het? Even. We gaan nieuwe make-up proberen. Het is niet anders. Ik heb een halve vlecht en een knot in. Lekker makkelijk. Ik heb vandaag een afspraak, dus het moet er wel hopelijk goed uitzien. Wat heb ik? Ik heb de bril. Want anders zie ik het niet, hè? Dit is de Age Perfect Crème teint éclat. Nourish Illuminate Unify Skin. Dit is een Radiant Tinted Cream. Oh, oké. Okay. Dus ik ga ervan uit dat het ook niet heel veel dekking heeft, zeg maar. Dus ik ga eerst even wat aan de plekjes doen. Met mijn L'Oréal Age Perfect Concealer. Nou, dan mag gelijk ook op de ogen doen. Dan gaan we een beetje de roodheden camoufleren. En dat gebeurt toch nooit helemaal, want het komt er gewoon doorheen. Het is zo irritant. Maar ja, het hoort nou eenmaal bij mij. Die spons is echt te groot. Nou, dit laten we heel even zitten. De kleur. Oh, de kleur lijkt op zich wel oké. Okay. En aan de andere kant heb ik de Garnier Skin Active BB Cream in de kleur Light. Maar jongens, het is geen light. Moet je zien. Dit is die van L'Oréal, dit is die van Garnier. Waar is mijn handdoek? Ik weet het niet. Ik vind hem te donker. Ik ben niet zo donker. Beter. En nog zie je het er doorheen. Maar nou ja, goed. We gaan voor de L'Oréal. Of zal ik de Garnier doen? Nee, want ik moet ook nog echt. Ik moet echt weg vandaag. Dus we gaan voor de L'Oréal. Ik heb een dotje op mijn schaaltje gedaan. Ik heb het idee dat het dus een soort skin tint moet zijn. Zal ik het met een kwast doen? Ze zeggen met je handen, maar ik hou daar gewoon niet zo van.
Oké, ondertussen zit ik het gewoon met de spons te doen. Oké, ik heb er natuurlijk ook een glow primer onder, omdat ik een droge, doffe huid heb. Het zit aan mijn wimpers. Maar dit is echt heel glowy. Dit is echt heel glowy. Ik ga gebruiken de Revolution Infinite Loose Powder. Deze. En dan pak ik weer mijn grote. Kijk, het glowt nog steeds wel hoor. En dat is fijn. Maar vooral hier, bij de rand van mijn kaak, heb ik zo'n hekel aan als het daar plakt. En dat doet het nog steeds. Ik weet niet of ik dit een fijne crème vind. Ik vind de foundation van. Hoe heet dat? De Age Perfect Line wel heel fijn. Ik ga even met mijn powderpuffje eroverheen. Hele fijne losse poeder is dit. Ik bedoel, niet fijn in de zin van prettig, maar losjes gemaald of zo. De Max & More Fixing Spray, dan maken we de poeder weer een beetje. Want, oh my god. Weet je, met een droge oudere huid wil je er gewoon niet heel poederig uitzien. Dat is nou helemaal zo. Zo, nou. Ik word er niet helemaal woepie van. Maar goed, gaan verder. Tja, de wenkies. Ik gebruik nog steeds Oh, ik kan wel een nieuw potlood ervoor pakken, denk ik. Want we zijn nieuwe dingen aan het proberen. Dit is een XX Revolution. Oh, dit is een shadow stick. Dit is niet de bedoeling. Dat is de verkeerde. Weg. Dit is de XX Revolution Fox Brow in de kleur brown. Medium brown. Dat ziet er zo uit. Dan heb je aan de ene kant het product en aan de andere kant een borsteltje. Nou.
Het is een wat harder potloodje, vind ik. Maar het geeft wel goed kleur af, zeg. Het is een beetje een gek borsteltje. Oh. Ik vind dit niet eens zo raar. Oké. Top. Ja. Voor blush heb ik de Revolution Reloaded Blush. Die is heel licht. Dus ik ben benieuwd of dat wat gaat doen. Waarom krijg ik doosjes nooit open, hè? Ja, het kleurt wel hoor. Het doet wel iets. Leuk. Het doet wel. Ik had gedacht dat het te licht zou zijn, maar het doet wel iets. Oké. Dan heb ik van Reloaded ook de highlighter in de kleur Just My Type. Alsof ik nog meer glans nodig heb. Wow, zie je dat? Wow. Dit is echt heftig. Oh, ik had ook nog onder ogen dingen. Nou ja, goed. Ik laat het zo. Ik heb lekker een naturelle dag. Maar ik ga nog wel een klein beetje... ook hem teruggezet. Onder de ogen extra doen. Want ik zie hier nog wat donker. Ik heb alle van die prut in mijn ogen, ja. Maar dan, het wordt ook hard bij mij. Het is heel vervelend. Ja, beter. Mijn handen afvegen. Voordat ik helemaal onder zit. En dan moet ik dat natuurlijk even afpoederen. Dus gebruik ik de Infinite Pressed Powder voor. En mijn puffje. Oh, dat maakt het wel heel licht. Nou. Oké. Dit doosje. Oh, kan weg. Hier aan mijn neus. Lippenstift. Ik ga eerst even met een Revolution potloodje. Had ik daar ook een nieuwe van? Dat weet ik eigenlijk niet.
Ik heb dus Revolution Pro Star, nee, Rockstar Hydrating Shine Lipstick in de kleur Cashmere. Dat ziet er zo uit en het heeft een... Wacht niet. Dit is hem. Mooie kleur. Absoluut. Voelt goed op de lippen. Ja. Ik ga even mijn... wimpers krullen. En dan een beetje primer doen van L'Oreal Lash Paradise. Die heb ik eigenlijk altijd. Vanmiddag ga ik naar de intakegesprek voor de GLI. Dan denk je, wat is dat, een GLI? Dat is een gezondheids- en lifestyle interventieprogramma. Omdat ik terug wil naar... ik heb een gastric bypass gehad, 10 jaar geleden. Dit is de Lash Changer van Catrice. In ieder geval, ik heb dus een gastric bypass gehad. En op het hoogtepunt van mijn afvallen had ik toen maat 50. Weet je, ik heb gewoon geaccepteerd dat ik altijd dik ga blijven. Maar door de burn-out, antidepressiva en het vele thuiszitten en zo, en de MS en noem maar op, ben ik toch alweer aangekomen. Dus ik dacht, nu die prik voorradig is, wil ik dat proberen. En die prik werkt echt, je hebt echt gewoon minder grote porties. Maar... Daar hoort dus ook bij dat je naar zo'n interventieprogramma gaat, anders krijg je het niet vergoed. Dat begint nu aankomende vrijdag. Ik weet niet zo goed wat ik van deze mascara vind. Het is een beetje nattig. Ja, natte formule vind ik het. Ik weet het niet. Even proberen het te laten drogen, want ik heb hier een dingetje gedaan. Maar goed, dus daar moet je heen. Dan moet je even kennis maken. En dan begint het vrijdag. En volgens mij zijn het om en bij 15 mensen per keer. Het duurt 2 jaar. 2 jaar. Dus ik dacht, ik doe waterproefmascara op. Want ik zal wel gaan janken. Ik weet ook niet zo goed wat ik moet verwachten. Het is voornamelijk gepraat gewoon. Over hoe erg we het allemaal vinden dat we dik zijn. Waarvan ik denk, dat heb ik wel geaccepteerd inmiddels. Maar ik ben heel dol op deze lippenstift, echt. Wauw. Ja, niet iedereen staat natuurlijk zo in. En dat snap ik. Even mijn parfummetje opdoen. Dit is de Chance van Chanel.
Weet je wat het is? Ik zit er niet zo mee. Ik ben me er ook niet de hele dag van bewust. Weet je, ik kan gewoon de hele dag zo rondstappen en er dan niet bij stilstaan. En dan in de spiegel kijken en dan denken, oh ja. Maar goed, weet je, niet iedereen is op dat punt. En ja, nou ja. Ik ga wel kijken wat het is. Ik weet het niet. Het is nu alleen maar de kennismaking met de therapeut, denk ik. Of degene die dat geeft. Begeleider, ik weet niet hoe ik haar moet noemen. En dan zie ik vrijdag wel. Ja, misschien zitten we hele leuke mensen bij. En doe je hele leuke vriendschappen op. En nou ja, goed, ja, dat kan allemaal. En dat. Mijn kettingje omdoen. Weet je, oh, die zit in de knop. Nou, dat doen we dus niet. Dus dat ga ik zo doen. Ik ga eerst even lekker koffie drinken beneden. En bedankt voor het kijken naar mijn hobby YouTube-kanaal. Like en subscribe. Laat een comment achter als je dat wil. Houd leuk. Je hoeft geen kritiek te leveren. En je hoeft niet te zeggen, jeetje, ben jij dik? Want dat weet ik zelf ook wel. Dat is ook altijd zoiets, weet je, als mensen zeggen van, ja, maar je bent wel dik. Joh, weet je, dat had ik nog niet zelf niet door. Nou, laat maar. Wees lief. Als je bepaalde producten echt wil zien, laat het me dan weten. Misschien dat ik dat kan doen. En dan tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doei.